Hey, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen. En vandaag gaan jullie iets gigantisch moois maken. Ik denk zelf dat dit een van de langste lessen is die ik ooit gemaakt heb. Maar ja, als jullie gewoon doen wat ik doe, dan komt het goed. Als eerst wat we gaan doen is dat we printscreens gaan maken van bepaalde foto's. Dit is foto 1, hier kan je een printscreen van maken. Nou, voor de mensen die nog niet weten wat een printscreen inhoudt, op je toetsenbord heb je een toetsje dat heet printscreen. Die kun je eenmalig inklikken, dan krijg je dus een kopie van dit hele scherm. Daarna kun je Ctrl-N Enter doen, dan doe je Ctrl-V en dan zie je dus dat je de printscreen erin geplakt hebt. En dan kun je met deze selectie de foto eruit selecteren en dan doe je dat laag weggooien, doe je weer Ctrl-N Enter en dan weer Ctrl-V en dan heb je de foto, een kopie van de foto die ik hier dus nu heb staan. Oké, de tweede foto is deze. Ik zal hem even wat inzoomen. Zo, daar mag je ook een printscreen van maken. Ik ga even wat voor jullie doen. Even wachten. Gaan we hier toe. Pakken we deze, doen we dit. Zo. Ja, nu mogen jullie hier een printscreen van maken. Want namelijk een transparante achtergrond printscreen is heel moeilijk, want dan kun je namelijk de boom niet meer op de juiste manier uitknippen. Tenminste heel moeilijk uitknippen. En als een achtergrond namelijk wit is, is het uitknippen een stuk makkelijker. Oké, wat is namelijk zo? Als dit namelijk één laag zou zijn, ik zal het jullie even laten zien. En je pakt dan de gum. Oké, en wat je vooral moet doen, die tolerance, die moet je natuurlijk op 1 laten staan. Hè? Als je hem op 2,55 zet, kan ik je laten zien, en je doet dit, dan is alles gewoon weg. En als je hem dus op 1 zet, en je doet het dan, dan zie je dus dat hij dus de boom behoudt, en dat hij alleen de achtergrond weghaalt. Nou, dat is de bedoeling. En als je dan dat hebt gedaan, dan sla je hem dus op als PNG, hè? Dus ga je naar file, dan doe je CVS, en dan ga je hem dus opslaan als PNG bestand. Kijk, bij mij staat hier al PNG, want dan blijft namelijk de achtergrond transparant. Nou, de volgende foto is deze. Mag je ook even een printscreen van maken. Dan mag je van deze even een printscreen maken. Je mag van deze een printscreen maken. En ook hier gaan we even een aanpassing doen. Ogenblikje. Zo. Oké, we hebben een mooi achtergrondje in het wit. Ik zal even... Zo. En dan heb je namelijk het huisje. En die sla je dan ook op als PNG, zoals ik je net heb uitgelegd bij die andere. Nou, dan hebben we het boek. Daar doen we exact hetzelfde. Ik maak even een wit achtergrondje voor jullie. Zo. Nou, dan mogen jullie daar eventjes een printscreenje van maken. En wat ik net heb uitgelegd met dat gummetje, kun je dan de Magic Erase Tool... Kun je dan op klikken en dan wordt het achtergrond transparant en sla hem op als PNG. Dan hebben we deze. Daar kun je gewoon een printscreen van maken. We hebben de boom. Ook hier ga ik eventjes een achtergrondje van maken voor jullie. Zo. Nou, kun je hier een printscreen van maken. En ook hier doe je met de gum. Haal je eruit wat je eruit kan halen. En ja, dan ga je hem daarna selecteren. Hè? Dus door middel van deze te klikken. En daarna ga je met Refined Edge. Ga je dan hem met een kwastje bijwerken. Zodat alles goed geselecteerd wordt. En dat alle wit wat je er tussendoor ziet weg is. Maar geloof me, dat komt wel goed. En zo niet, kijk dan even naar de eerdere lessen. Want eigenlijk moet je ook op les 1 beginnen. En eindigen bij de laatste les om alles van tevoren al te snappen wat ik uitleg. Oké, dan hebben we de laatste. Dat is de vrouw. Ook hier maak ik even een wit achtergrondje voor jullie. Zo, mag je een printscreen van maken. En dan haal je daarna de achtergrond, witte achtergrond weg. En die sla je ook op als PNG. Net als deze bomen. De achtergrond weghalen. En dan de wit gedeelte en dan opslaan als PNG, want hij moet namelijk transparant zijn. De eerste foto die we gaan gebruiken is deze foto. En daarna openen we ook deze foto.
We gaan naar de selectie tool. We selecteren een foto. We pakken hem met de pijl linksbovenaan. Houden links de muisknop ingedrukt. En we slepen hem hier naartoe. Deze halen we dan weg. Die hebben we niet meer nodig. We doen dan Ctrl-T. We gaan hem wat kleiner maken. We trekken hem ongeveer naar hier toe. Doen daarna rechtermuisknop. En dan kiezen we voor deze. En dan gaan we hem plat leggen. Kijk. En dan halen we deze een stukje naar binnen toe. En daarna klikken we dus op Enter. We gaan dan naar deze laag, de originele laag. Daar doen we Ctrl-T. Excuus. We selecteren hem. Ctrl-T. We trekken hem iets naar boven. We halen hem iets naar boven toe. Zo. En daarna klikken we op Enter. We klikken dan de kleurtabel aan, hier links onderen. Dubbel met de linker muisknop. En we kiezen voor 747474. Klikken daarna op OK. We gaan hier een nieuwe laag aan maken. Die komt er tussen de twee in te staan. We hebben een kleurcode gekozen van 747474. Klikken daarna op OK. We gaan naar de brush tool. We staan hier op 145 en hier op 65. En we gaan hier een lijn trekken van links naar rechts. Daarna gaan we hier naar Multiply. Zo. En halen de 100% een stukje naar beneden toe. Ongeveer zo. Ik wil hem nog een beetje bijgewerkt hebben. Ik wil hem nog hier wat hoger hebben. Zo. Dit vind ik wel mooi. Oké, we maken hem dan nog wat groter. En dan ook hier gaan we hem wat donkerder maken. Zo. We maken hier een nieuwe laag aan. Ik heb de kleurcode gekozen. DA578. We klikken op OK. Ik maak hem hier nog wat lichter. Ik heb hem hier op 312 staan, hier op 41. En ik trek hem naar links toe. Zo. En dan ga ik voor highlights. Voor hardlights, sorry. We halen hier het slotje weg. Door één keer op te klikken met de linker muisknop. We houden shift in. En we klikken dan op de laag 3. En dan zie je dus dat de laag 3, 2 en 0 allemaal geselecteerd worden. En we klikken dan op deze logo. En als je erop klikt, maakt hij daar automatisch een groep aan. Wat je ook kan doen, doe ik met Ctrl-Alt-Z terughalen, is de alle 3 en dan deze laag rechter muisknop erop te klikken. En dan groep van layers. Zeg je oké. En dan maakt hij daar ook een groep van. Dus je hebt twee manieren om een groep aan te maken. Nou, ik selecteer en ik kies dan voor deze. Ik heb een groep aan gemaakt. En dit gedeelte noemen we lucht. Enter. Dus als je dubbel klikt met de muisknop hierop, kun je namelijk de naam aanpassen. En op Enter, dan staat hij vast. Ik kom even niet op de Nederlandse naam, dus ik noem hier het gewoon even Doc. En dan Enter. Excuus, Doc met een K daarachter. Daarna gaan we op deze laag staan. En we gaan op dit rondje klikken. En we kiezen voor Curves. We zorgen dat deze is aangevinkt. Let op. We halen hem een stukje naar beneden. Hem een stukje naar boven. En hem weer een stukje naar beneden. En daarna kun je op het kruisje klikken om hem weg te klikken. We maken dan een nieuwe laag aan. Die staat bovenaan. We houden Alt in. En als je dan op het lijntje staat, zie je een vierkantje met een pijltje, een zwart pijltje naar beneden toe. En daar klikken we op. En dan zie je dus dat hier een pijltje ontstaat naar beneden. We gaan dan hier naar de kleurcode. En we klikken dus deze bruine code, of deze bruine kleur, op die lat klikken we aan, die donkerbruine kleur. En daarna klikken we op OK. We pakken dan de brush tool. We zetten dit op 51. Zo. En we gaan dan hier hem even wat donkerder maken.
En kies er dan voor Multiply. En we zouden hem dan nog een beetje bij kunnen werken op plekken waar we vinden dat het nog wat donkerder moet zijn. Daarnaast zou je nog met de 100% hem kunnen bepalen of je hem nog wat dichter daar wilt hebben. Kijk, je kan het nog een beetje sturen. Ik vind het zo wel prima. Oké, dan gaan we het volgende plaatje openen. Jullie hebben natuurlijk net in het wit een printscreen gemaakt. Nou, dat wit hebben jullie dan uiteindelijk met deze tool, de Magic Erase Tool, hebben jullie dat wit weggehaald. Ja, dan is het een transparante achtergrond. En wat doen we? We pakken hem met het pijltje. Dus linksboven klikken we het pijltje aan. We pakken hem. Oh, excuus. Ik zie namelijk hier een foutje. Die gaan we even wegwerken met de Clone Tool. We maken hem even wat groter. Zo. We houden Alt in. We leggen hem op dezelfde lijn neer. En we trekken hem naar rechts toe. Zo. Als je dan het boek geselecteerd hebt. En je doet dan op een mask klikken. Dan wordt er automatisch een mask aangemaakt. Je pakt dan het pijltje en je sleept het boek hier naar de foto toe. Je doet dan Ctrl-T. We maken hem even wat kleiner. We trekken hem even een stukje naar beneden toe. Rechtermuisknop. En we kiezen voor deze. Hier trekken we hem. Zodat hij vlak komt te liggen. Enter. Doe nog één keer Ctrl-T. Een beetje scrollen met de muis en Alt inhouden. Maak het plaatje wat kleiner. En dan klikken we op Enter. Zou het zo zijn dat hier de bladzijden niet mooi geselecteerd zijn. Of mooi uitgeknipt zijn. Dan kun je met het gummetje kun je dan zo alles netjes weghalen. Kijk, bijvoorbeeld hier zie je een paar vlekken en nou, dan kun je gewoon dit doen. Snap je? En zo kun je het dan bijwerken. Dan gaan we naar deze laag 4. We maken daar een nieuwe layer aan. We zetten die op Multiply. We zorgen dat deze ongeveer op 50, 56 rond die koers ligt. We zorgen dat dit bovenste gedeelte zwart is. We pakken dan de brush tool. We maken hem wat kleiner. En dan gaan we dus zo bij het boek gaan we een schaduwrand creëren. Zodat dat boek een beetje gekanteld lijkt te liggen. Dat komt door deze schaduw die we net erin gezet hebben. Dan gaan we de brush tool wat groter maken. En dan kiezen we dus ook voor om de gedeelte, zeg maar, de planken voor de boek, voor het boek, zeg maar, donkerder te maken. We gaan dan naar laag 5. We maken daar weer een nieuwe layer aan. De layer maak je aan door op dit knopje te klikken, jongens. Links van de prullenbak. En dan wordt het leuk. Let op. We gaan dan naar de pen tool. We doen Alt inhouden en scrollen met de muis. En wat we gaan doen, we gaan dus de bovenste pagina gaan we volledig uitknippen. En als je fout maakt, dan doe je Ctrl-Alt-Z om het te herstellen.
Doe het gewoon op je gemak. Want je kunt het beter goed doen dan dat je de helft verkeerd doet. Je hebt namelijk tijd zat. Tenminste, daar ga ik vanuit als je namelijk voor Photoshop kiest. Want dat kost, namelijk veel tijd en heel veel geduld. We kiezen hier om het gedeelte waar het papier gescheurd is, beschadigd is, om dat gedeelte dus ook mee te nemen. Maar dat is een keuze die je zelf maakt. Hè? Je kan ook met de clone tool hem recht trekken en gewoon de beschadiging eruit halen. En dan eindig je dus op de punt waar je ook begonnen bent. Dan rechts de muisknop en je kiest voor Make Selection. Oké. We gaan dan naar dit emmertje. We zorgen dat het wit is. En we klikken erop. Dan pakken we de volgende foto. Deze halen we weg, die hebben we niet meer nodig. En we openen dan deze foto. We pakken de selectietool. We leggen hem ongeveer hier neer. We trekken een lijn. We pakken hem met de pijl linksbovenin. Links muisknop ingedrukt. En we slepen hem dus hier naar dit boek. Die foto heb ik net weggehaald. Maar die hebben we dus niet meer nodig. Nou, als je hem dan erop hebt gelegd. En zorg dat hij helemaal volledig over de pagina ligt. Dan kun je hier rechter muisknop erop klikken. En dan kun je kiezen van Create Clipping Mask. En dan zie je dus dat hij hem automatisch in het model legt in het boek. Ik schuif hem dan ietsjes deze kant in. Want ik heb hier namelijk een gedeelte wat ik mee wil nemen. Even kijken, dat is hier. Zo. Dan doe ik Ctrl-T. En dan ga ik rechtsmuisknop en dan kies ik voor web. En hiermee kan ik dan bepaal iets sturen zonder dat dat ook verplaatst wordt. Kijk, en ik wil hem ongeveer zo wil ik hem hebben. En dan klik ik daarna op enter. Nou, dan pakken we de volgende foto. Dat is deze. En hier knip ik hier een stuk eruit. Gewoon ongeveer dit. We pakken hem weer met het pijltje toets, oude linker muisknop ingedrukt en we slepen hem naar deze foto. We doen dan Ctrl-T, houden Shift in, we trekken hem helemaal eroverheen. En ook hier doen we rechter muisknop, create een clipping mask. En dan zie je dus dat hij mooi aan die kant erin heeft gelegd. We maken dan van de layer 8 een kopie. Door middel van Ctrl-J in te toetsen. Wou we dan een Alt in. En zoals ik toen straks ook verteld heb. Klikken dan hier zo. Op dat lijntje. Waar dat pijltje naar beneden staat. Dat zwarte pijltje. En dat vierkantje ernaast. Zeg maar op de linker muisknop. En dan zie je dus dat hij daar een pijltje naast gezet heeft. En we zetten de kopielaag. Zetten we dus boven het gedeelte van de grond. We maken daar een mask aan. We zorgen dat dit op zwart staat. We hebben weer de brush tool gepakt. Ik zet dit op 100%. Hem maak ik wat kleiner. En dan gaan we even inzoomen. We gaan wel even inzoomen met de muis. Zodat we duidelijker kunnen zien waar we bezig zijn. En maken dan hier een stukje grond aan. We staan dan op de laag 8 kopie. En we gaan dan hier op dat rondje klikken en we kiezen voor curves. We klikken deze weer aan.
We halen dit een stukje naar boven toe. En dit een stukje naar beneden. Ik klik hem dan weg. Dan gaan we naar het volgende plaatje toe. We openen de boom. Nou, jullie hebben daar natuurlijk net een printscreen gemaakt met een witte achtergrond. En ja, als je hem dan de witte achtergrond weg hebt gehaald door middel van de Magic Erase Tool, dan zal bepaalde stukken nog wit zijn. Nou, dan kun je met een selectie kun je hem gaan selecteren. En dan kun je met Refined Edge kun je dan nog de selectie op zo'n manier selecteren dat hij dan ook de andere stukken weghaalt en goed selecteert. Als je de selectie dan helemaal gedaan hebt, dan pak je hem met de pijl. We gaan trouwens eerst even deze weg doen, zo. Dan pak je hem met de pijl, houdt de linksmuisknop ingedrukt en je sleept hem zo hier naar deze foto. Deze halen we dan weg, hebben we niet nodig. We doen dan Ctrl-T, houden Shift ingedrukt. En we plaatsen hem dan hier in het boek. Doe dan weer Ctrl-T en dan ga je ernaast staan. Dan zie je twee pijltjes met een halve cirkel. En dan trek je hem iets naar rechts toe, zodat hij een beetje recht staat. Dan maak je hier nog even een masker aan. En dan kun je, als je die masker hebt aangemaakt, kun je de dingen weghalen die je niet nodig hebt. Er zit hier nog wit tussen. En we gaan kijken of we dat wit eruit kunnen halen. We klikken dan op dat boomgedeelte. En dan zie je dat het best wel moeilijk is. Dus we pakken dan de Erase Tool. En dan gaan we eventjes een klein beetje bijwerken. Kijk, het hoeft niet helemaal. Maar het gaat erom dat het gedeeltelijk weg is. En zo. Hier hebben we ook nog een stukje. Zo. Oké. Zo. Nou, zo ziet het wel goed eruit. Daarom is het inzoomen ook zo belangrijk, want dan zie je nou ook vaak dingen die je namelijk niet ziet, als hij namelijk is uitgezoomd. Dus inzoomen moet je altijd even doen en dan kun je namelijk ook beter kijken wat je moet aanpassen. We gaan dan deze, en nou een shift inhouden tot met deze. Die gaan we samen selecteren. En dan doen we rechtermuisknop en dan groep van layers. Oké. Okay. We klikken daar met de linkermuisknop op de tekst. We zetten hier neer boek 2. Enter. Als we dan op deze laag blijven staan, klikken we op een nieuwe laag. We kiezen dan vanaf laag 4 tot met doc. Gaan we selecteren door met shift in te houden. En we klikken dan hier op dit venstertje. En ook daar maakt hij dan een groep van. En die groep geven we de naam doc. Enter. We gaan dan op laag 11 staan, rechtermuisknop, create een clipping mask. Nou, dan kun je dus daarop klikken of je doet alt inhouden en dan krijg je hem zo te zien. Dan kun je op twee manieren kun je dat aanmaken. We gaan dan naar edit, we kiezen voor fill. Hier kiezen we voor 50% gray en we klikken dan op ok. Klikken we dan hier bij normaal op overlay. We gaan dan hier naar het handje. We zetten hem even rond de 50, 53 rond de koers. We maken hem wat groter. En dan gaan we langs het boek
En wat je ook moet onthouden, hier heb je natuurlijk de boom. Dus hier zit ook schaduw. Zo. Dan gaan we hier naar het ronde cirkeltje. En we gaan hier door de situation. We zorgen wel dat deze weer aangevinkt staat. We trekken het rode gedeelte een beetje naar links toe. En klikken hem daarna weg. We gaan dan weer naar het rondje. En we kiezen dan voor color balance. Ook hier vinken we hem aan. We pakken de rood een beetje naar rechts toe. En het geel een beetje naar links. En klikken we daarna weg. Dan gaan we nog een keertje naar de rondje toe. En we kiezen dan voor curves. En we halen dit gedeelte een stukje naar boven toe. Oh, excuus. We zorgen dat deze is aangevinkt. We halen deze dan een stukje naar boven toe. En dit een stukje naar beneden. En klikken hem daarna weg. We maken van de bovenste laag. Gaan we de naam aanpassen naar boom. Enter. Kiezen dan weer voor een nieuwe laag. Alt inhouden. We klikken erop. We gaan dan naar Edit. Fill. En we kiezen hier weer die 50% gray. Oké. En gaan dan weer hier naar Overlay. We kunnen dan met het handje. Kunnen we dan het gedeelte donkerder maken. Wat we donkerder willen hebben. Want vanaf hier komt het licht namelijk. En als we dus het licht willen hebben, kunnen we deze pakken. En hiermee kun je hem dan een stukje lichter maken. Nou, dan gaan we het Alt inzoomen. We draaien hem weer om. En dan maken we hem een stuk kleiner. Want wat ik wil is namelijk dit gedeelte voor de helft donkerder maken. Zo. En dan de andere helft maken we een stukje lichter. Als we terug naar de laag 11 gaan, kunnen we namelijk dit gedeelte, wat eigenlijk de zon op schijnt, kunnen we dus wat dichter maken, zie je dat? Zo. Dus ik haal het weer weg, want dat is niet wat ik wil. Maar zo laat ik je wel even zien hoe je dat kan doen. Dus je moet ervan uitgaan, de zon schijnt vanaf deze kant. Dus dit gedeelte is lichter dan zeg maar deze kant, want die is het donkerder. Daarom staat hier ook de schaduw van de boom. Hè, en wat schaduw van het gat. Hè, daardoor heb je ook nog wat schaduw. Wat in, kijk, als je nou bijvoorbeeld dit doet. En je doet deze. Dan kun je hier wat donkerder maken. Oh, excuus. Pak de verkeerde. Moet ik even weghalen. Zo. Dat is dan deze. Kijk, zie je? Dan kun je hem dus wat donkerder maken. Dus zo kun je dus bepalen. Wat je donkerder en wat je lichter wil hebben. Hier komt de zon, of de boom, dus ik denk ongeveer dat hier. We openen dan de volgende foto. Dat is dit huisje. En heb je nog deze plaatjes erin staan, dan kun je dat heel snel oplossen door hier de lasso tool te kiezen. En dan ga je gewoon zo eromheen. Je pakt daarna de pijl linksboven. Je houdt de linkermuisknop ingedrukt en je sleept hem zo hier naartoe. We doen dan Ctrl-T. We houden de Shift ingedrukt. We maken hem een heel stuk kleiner. We plaatsen hem dan hier. Zo. Rechtermuisknop. Deze kiezen. En dan doen we op Enter klikken.
In de foto die ik jullie liet zien op Facebook had ik de boom namelijk ervoor geplaatst en het huisje naar achteren. Maar ik vind het wel leuk om die boom eens een keer achter het huisje te plaatsen. Dat geeft toch een ander effect. Dat vind ik wel gaaf. Dus ik laat hem zo lekker staan. En wat ik eerst heb gedaan is dat ik deze namelijk hier naar beneden had gesleept. Stond hier tussen. En dan komt die boom ervoor en staat het huisje achter. Maar ik vind dit wel een stuk mooier. Dus ik laat het nou horen. Ja. Dit keer gewoon even wat anders. We gaan dan naar curves 3. En we maken daar weer een nieuwe laag aan. Zodat de laag erboven komt te staan. En dan gaan we zorgen dat zwart bovenaan staat. Ik heb dan hier weer de brush tool. En ik heb hem dan hier op rond de 52 staan. We maken hem wat kleiner. Oké. En dan ga ik hier een lijn trekken. En hier ook. En waarom? Kijk, de schaduw van het dak. Zie je dat? Dus dat is zo. Is dus eigenlijk de schaduw wat je op het gras ziet. En je kan hem namelijk met die 100% kun je hem nog wat lichter maken als je dat zou willen. Dus dit is origineel en we maken hem ongeveer zo. Kijk, en dan komt het ook precies uit. En we zetten dan die schaduw, zetten we dan op multiply. Dan wil ik hem toch nog iets donkerder maken. Zo. Dan noemen we dus de layer 13. Noemen we house, of gewoon huis in het Nederlands. Enter. En ik heb dan de laag 14 naar boven gesleept door linkermuisknop ingedrukt te houden. Zodat hij onder het huis komt te staan. We maken dan van het huis... Maken we weer een laag. Of een mask aan. We gaan dan inzoomen. En dan maken we hier iets kleiner. En dan gaan we deze rand wat donkerder maken. Kijk, zo. Want hier heb je natuurlijk schaduw, maar hier is het licht en dat klopt niet, hè? Dus we gaan zorgen dat die rand overeenkomt met de schaduw. Zo. Stel nu voor dat je zegt van ja, luister, ik wil deze schaduwlaag apart houden van de laag van de boom. Dat zou je kunnen doen. Dan doe je het volgende. Let op. We gaan een 14 doen, doe je het Ctrl-Alt-Z. Dan heb je dus deze laag of deze schaduw die langs de huis loopt. Hè, die heb je dan daar. Dan maak je gewoon een nieuwe laag aan. Kijk. En deze laag die stond op 66 multiply, dus deze gaan we ook op multiply zetten. Ook rond de 66. Zo. Ik heb hem nu op 67. Ik heb hem zwart gemaakt, ik heb hier dus de brush tool, ik heb hem op 52 gezet. En als ik hem nu hier doe, zo, dan staat hij namelijk los van de rest van de schaduw. Kijk, en als ik hem dan beweeg, dan kan ik hem dus hier... bepalen hoe licht en hoe donker hij wordt zonder dat deze meegenomen wordt. Want ik wil dat namelijk gescheiden houden van elkaar. We gaan dan naar de volgende foto. En we pakken dan deze foto. En we gaan hier met de lasso tool gaan we vanaf hier zo en pakken. We gaan dan naar de pijl linksboven. Houden linksmuisknop ingedrukt en we slepen hem zo naar deze foto. Deze kunnen we wegklikken, die hebben we niet meer nodig. We doen dan Ctrl-T. We maken hem een stuk kleiner. En we zorgen ongeveer dat hij hier loopt. Zo. We duwen dan op Enter. Onder de layer 16, zeg maar, onder de boven, zeg maar, de layer 11. Ik heb hier dus gekozen voor Create a Clipping Mask. Ik weet niet of je hem weer terugzet, maar ik heb weer daarvoor gekozen. En dan zie je dus dat de weg exact zo in het boek gaat vallen.
Je kan daar nog mee met Ctrl-T en dan kun je nog kiezen voor distort. Kun je nog de weg wat aantrekken, smaller maken, noem het maar op. Zodat het op het echte lijkt. Zo. En daarna, hier pak ik hem ook nog even een beetje deze kant in. Zo. En daarna doe je op Enter klikken. We maken dan een mask aan. We zorgen dat hij op zwart staat. We hebben hier weer de brush tool. En dan kun je dus, als je even inzoomt met Alt inhoudend, kun je dus de zijkanten weghalen. En dan lijkt het net of het, zoals je ziet, excuus. Die maken we even wat kleiner. Zo. Alsof het gewoon de weg erin gelegen heeft. Zie je dat? Kijk. Ja, is goed. Laten we dit ook maar doen. Zo. Nou, moet eens kijken wat een resultaat. Hè. Het begint steeds mooier te worden. Hè, dat je gewoon een leesboek hebt. En dat je dan de bladzijden eruit haalt. En dat je daar gewoon een, ja, iets levends erin zetten, een mooi huis met een boom en straks een vrouw met nog iets anders erbij. Ja, het is gewoon leuk om te doen. Ja, het kan uren duren, maar het is gewoon een kick om gewoon ergens aan te beginnen. En, ja, en dan zie je het eindresultaat. En dat is gewoon echt gaaf dit. Maar we zijn er nog niet. We gaan nog even een stapje verder. We openen dan de volgende foto. En dat is het boomgedeelte. Nou, zoals ik al eerder heb aangegeven, jullie hebben natuurlijk een witte achtergrond. Ik kies dan voor deze, de Magic Erase Tool. Dan klik je op en dan zul je zien. En hou goed in de gaten dat dit gewoon op 1 staat. En dat deze aangevinkt is, dan niet klikt. Dan wordt het gewoon, ja, een transparant achtergrond. Je pakt dan het pijltje linksboven. Je houdt je linker muisknop ingedrukt en je sleept hem zo naar deze foto. Deze halen we weg, die hebben we niet meer nodig. We slepen deze foto helemaal naar boven. Dat die helemaal bovenaan staat. We doen dan Ctrl-T. We houden Shift in. En we halen hem naar beneden toe. En daarna klikken we op Enter. Als je zo kijkt, dan lijkt net of hier een stukje tak weg is. Zie je dat? Maar dat is niet het geval. Hij is gewoon te licht. Nou, dat gaan we even aanpassen. En ik kom altijd in de war met licht en donker. Even kijken. Dat is de verkeerde. We moeten die andere hebben, de hand. Zo, we maken hem even wat donkerder. En nu lijkt het gewoon dat het een hele tak is. Terwijl het net leek of die onderbroken was. En dat is hier ook het geval, zie je dat? Dus hier maken we hem ook even een stukje donkerder. Zo. Kijk, dat is beter werk. Oké, dan gaan we hier naar het rondje toe. En we kiezen voor levels. Zorg dat deze dus aangevinkt staat. En dan zie je dus door dit te bewegen, wordt hij wat donkerder. En daarna zeg je close. Dan pakken we de laatste foto. Dat is de dame. Nou, ook daar hebben we dus net een witte achtergrond gehad. Nou, voor de zoveelste keer, je klikt op deze, klikt daarop. En dan is de achtergrond transparant. Dan ga je naar het pijltje toe. Je pakt de dame en je sleept de dame dus hier naartoe in de foto. Je doet dan Ctrl-T. Je houdt Shift in. Je maakt hem een stuk kleiner. Zo, even kijken. Je moet goed kijken dat hij klopt. Hè? Zeg maar met de verhouding van de boom. Dat hij niet te groot is. En deze doe je dan ook weer met level. Zodat je deze hebt aangevinkt, maak je de vrouw wat donkerder. Deze doen we door aanklikken met de linkermuiskop. Die noemen we 2, enter.
En dan hebben we deze, klikken we door aan, dan zeggen we vrouw. Oké, dan zijn we bij de vrouw gedeelte. We maken hier een nieuwe laag aan. Zo. Zoomen wat in. We pakken dan hier de brushtool. We hebben zwart gekozen. We hebben maar 52 gezet. En dan gaan we hieronder. Gaan we. Een schaduwlaag maken. Die zetten we op multiply. En daarna gaan we hem wat lichter maken. Zo. En dan zien jullie het resultaat van wat ik gemaakt heb. Het is natuurlijk een grote klus. Je bent even echt wel even een tijdje zoet. Maar het resultaat mag er zeker wezen. Nou, heb je nog vragen, dan kun je hem altijd mailen naar info@gratisleren-photoshoppen.nl. En op www.gratisleren-photoshoppen.nl vind je diverse theoriegedeeltes die je toch al moet weten om dit soort dingen te kunnen doen. Staat het niet op de website vermeld, dan kun je mij die vraag stellen wat je zoekt. En dan zal ik ervoor zorgen dat ik hem alsnog erbij plaats. Jongens, ik wens je veel succes en ik spreek je gauw. Oi, oi.